Ik wil het met je hebben over ethiek. Ik denk dat een heleboel problemen die we in de afgelopen decennia hebben gezien, wat allemaal een beetje rondom management was, rondom, kan je de bankencrisis nog herinneren? Kan je de al de verschillende projectcrisis die we gehad hebben nog wel herinneren? De parlementaire enquêtes die erover geweest zijn? Ik denk dat een heleboel problemen op te lossen waren geweest als we nou iets meer aandacht aan ethiek besteden. En ethiek, dat is iets anders als doen wat er in de regeltjes staat. Er was laatst iemand op tv die zei dat ze wel mocht beledigen, want er stond nergens in de wet dat dat niet mocht. Ja, onder de mom van vrijheid van meningsuiting. Maar weet je, ethiek is net één stap verder als wat er in de wet staat. Ik mag misschien 130 kilometer maar. Ik mag wel 130 kilometer per uur rijden op deze weg, maar misschien is het wel niet veilig met dit weer. Dat is ethiek. Of misschien zijn de mensen die bij me in de auto zitten helemaal niet zo blij met de snelheid die ik heb. Dat is ook ethiek. Nou goed, laten we eens even kijken. Je hebt vier soorten ethiek. En laten we maar eens beginnen bij wat ik zelf de meest diepgaande vind. De deugdenethiek. Bij deugdenethiek gaat het om, ben je een goed mens? Ben jij van binnenuit een goed mens? Dat is bijvoorbeeld naastenliefde, compassie. Dat is vrijgevigheid. Dat is behulpzaamheid. Dat ben je. Niet dat je dat doet, maar dat is een deel van wie je bent. Dat is deugdenethiek. En dan krijgen we de beginselenethiek. Bij de beginselenethiek daar gaat het om gedragscodes. Mag een mens liegen? Nee, een mens mag niet liegen. Omdat als iedereen zou liegen, dan zou de waarheid spreken niet meer werken. En dan zou er waar niemand te geloven is. Ja, dan weet je ook niet wanneer iemand liegt of wanneer iemand niet liegt. Hè? Want liegen, dat staat of valt bij het idee dat er sommige mensen zijn die de waarheid spreken. Dus daar zit een innerlijke tegenstrijdigheid. Dat is beginselenethiek. We hebben een gedragscode. Ja, en dan heb je de gevolgenethiek. De gevolgenethiek is van, je maakt een keuze met de minste schade voor iedereen. Je bent, een klassiek voorbeeld is dan, je bent een wisselwachter en er komt een trein die dendert op de wissel af. En die wissel splitst er in twee en die gaan allebei een tunnel in de bergen in. En in de ene tunnel daar werkt één iemand, in de andere tunnel werkt twee iemanden. En welke wissel? Je kan de trein niet meer stoppen. Welke wissel? Hoe zet je hem om? Natuurlijk de tunnel waar maar één werkt, want dan is er maar één dood in plaats van anders twee. En dat brengt ons meteen op de laatste vorm van ethiek, dus de zorgenethiek. Want stel nou dat die ene tunnel waar er één iemand werkt, is dat het een familielid is van jou. Op basis van de zorgenethiek, jij hebt zorgen over jouw familie, ja, gaat natuurlijk de wissel om naar die twee doden. Of dan die twee mensen, waar twee mensen in de tunnel werken. Nou, hier zien we dan heel moeilijk, dus meteen ook het probleem van ethiek. Ethiek, dat is niet vatbaar. Daar is achteraf over te discussiëren en dan maar hopen dat men het eens is met jouw ethische keuze. Maar je hebt dus de deugdethiek, dat zegt wat over jezelf. Wat voor deugdzaam mens ben je? En dat is iets waar je ook naar moet streven. Management is niet amoreel. Management is moreel. Daar moet meer moraliteit in het management terugkomen. En dan krijgen we de beginselenethiek. En die beginselenethiek is er enkel en alleen maar, ja, omdat mensen soms toch niet te vertrouwen zijn. En dan gaan we met beginselen komen. Maar als je het over ethiek hebt en het eerste waar je mee komt is een gedragscode, dan begrijp je niet waar het over gaat. En dan heb je de gevolgenethiek. Ja, de gevolgenethiek is van als je nou toch een moeilijke keuze moet maken, maak dan de keuze die het minste pijn doet. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat je ook zorgt voor de jouwe, voor solidariteit. En weet je wat ik nou niet kan begrijpen? Dat er zoveel projectmanagers op LinkedIn continu hun collega projectmanagers afzeiken door te katten op projecten die dan mislukken. De meeste projecten die mislukken, dat heeft helemaal niets te maken met de projectmanager. Dat heeft te maken met een systeem, ja, waardoor het managen van projecten ook gewoon heel complex is. Dus ik vind het onethisch juist. Ik vind het onethisch onjuist als jij een projectmanager bent en op LinkedIn loopt af te zeiken op je collega's om je eigen grootsheid
naar voren te brengen. Dat is niet solidair. Ethisch is we staan voor elkaar en we vertellen wat er zou moeten gebeuren in zijn totaliteit om projecten beter te maken. Ethiek is een waanzinnig spannend gebied.